We gaan naar Gorinchem, net over de grens met Zuid-Holland. Daar is verslaggever Marvin Hop. Marvin, ja, ze willen daar dus niet dat dominee Visser gaat prediken. Gaan ze dat ook echt proberen te voorkomen? Nee, de sfeer is hier echt best wel gemoedelijk. Het enige wat er gebeurt is dat er boe geroepen wordt naar de mensen die de kerk ingaan. Ja, en er zijn zo'n 100 mensen zijn op de demonstratie afgekomen. Maar ze willen gewoon een duidelijk statement afgeven dat ze eigenlijk de dominee gewoon hier niet willen hebben. Dit zegt de organisator daarover. Ik vind het kwetsend en verdrietig dat wij als kerk zo naar buiten treden, als protestants Gorinchem, dat we zeggen een inclusieve kerk te zijn waar iedereen welkom is. En iemand toelaten die Nashville ondertekent, ja, dat gaat bij mij niet samen. Ja, wat zegt de leiding van die Gorinchemse kerk erover? Die vindt het allemaal geen probleem? Nou, de grote kerk in Gorinchem die heeft eerder juist aangegeven helemaal niks te maken te willen hebben met die anti-homo-pamfletten. En dat iedereen gewoon welkom is in de kerk, ongeacht hun geaardheid. Maar de dominee komt hier over iets anders prediken. En daarom zegt de grote kerk, het kan gewoon. Marvin Hop uit Gorinchem, dankjewel.